jongens, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag hebben we weer een vlog voor jullie en wel een Pokémon Go vlog. Want die is eigenlijk best wel veel gevraagd of wij die wilden maken. We hebben ons dus eventjes accordingly gekleed. We hebben alle twee een Pokémon shirtje aan, ik eentje met Pikachu. En Corné is een Pokémon trainer shirt. Mooi in het geel, want Corné is Team Instinct en ik ben ook Team Instinct by the way. Dus laten we snel gaan beginnen. Jullie krijgen af en toe aan de zijkant zeg maar de telefoon te zien, zodat jullie een beetje de let's play gevoel krijgen. Dus laten we beginnen. Let's go! Kan ik eens de mol? Oké, we zijn dus nu Pokémon Go aan het opstarten, dus laten we maar snel gaan beginnen. We krijgen dus eerst de Niantic logo zoals altijd. En Corné, heb je hem ondertussen al opgestart? Ah, die van Corné doet het al. Oh ja, die van mij is nog steeds bezig met laden. Dit doet hij wel heel lang over momenteel. Oh, hij schiet door. Woet! Oké, dus weer de automatische normale melding. Huppakee. Nou, we lopen nu zo meteen een stukje langs de haven, want we hebben gezien dat er A, veel stops zijn en B, we willen aardig wat water-Pokémon vangen. Dus we hopen ze daar in ieder geval tegen te komen. Maar dat is best wel een klein lekker stukje lopen, dus... Langs de kerk. Grote kerk. En we zien wel wat we tegenkomen. Yay! Toch, Angela? Yes! Eens even kijken. Het is misschien niet zo handig als we midden op de straat lopen. Oep. En we lopen nu op de stoep. Yay! Goed! Eens even kijken. Oké, die is hier een stop in de buurt. Die gaan we meteen meepakken. Oh, er zijn er trouwens twee, zie ik. Oké. Here we go. Twee pokeballs. Ik heb echt keiveel pokeballs, jongens. Ik heb er echt van 79 of zo. En hier komt niks uit. Waarom komt hier niks uit? Oh, mijn tas is vol, jongens. Maar ik heb echt 49 pokeballs, 84 greatballs en 45 ultraballs. Ik heb ook een lure. We kunnen een lure aanzetten. We moeten alleen zo meteen even een plekje vinden waar we goed kunnen zitten. Als we twee stappen verderop doen, hebben we daar gelijk een hele fijne bij het water daar een pokestop. Of we kunnen daar bij het brugje en dan hebben we gelijk die andere daar. En laten we daarheen lopen. Zullen we die pakken? Ja. Nou, zo te zien zijn we ondertussen aangekomen bij de pokestop. Zo te zien is dat namelijk die giraf. Twee druppels water, helemaal goed. Gewoon hier zitten, een lure aanzetten en laat de Pokémon komen, jongens. Wij hebben onszelf in ieder geval lekker op een bankje neergezet. Goed. En jij ging zo meteen een lure aanzetten, toch? Ja, ik heb er nog twee. Hoeveel heb jij er? Ik heb er geen één. Nou, dan zal ik maar een lure aanzetten. Yes, yes. Nou, ik heb hier een lure module. Huppakee. This item can't be used here. Oh, echt waar? Dan was het hierop. Daarop. Huppakeetje. Use. En de lure staat aan, jongens. Let's go. Laat die Pokémon komen. Oké, meteen de eerste water-Pokémon. We zitten hier goed voor ons water-Pokémon. Het is een Goldeen. Ga in mijn Pokéball, Goldeen. Goldeen. En hebben ze. Er komt bij mij zojuist een ei uit. En dit komt er uit mijn ei. Volgens mij heb ik die nog niet. What? Oké, we hebben nog een ei. Eens kijken wat erin zit. Wat komt eruit? Nog zo'n ding. Ik heb nu twee van die dingen die er achter elkaar uitkomen. Oh my god. Dat is niet wat ik wilde. Maar ik vind je nog steeds liever, Pokémon. Volgens mij is het echt een Poliwag spawn plek of zo. Want we hebben echt al 3 of 4 Poliwags langsgekregen. In een hele korte tijd. Echt in 5 minuten of zo. Maar ik wil Magikarp. Ik wil mijn Gyarados. Corné heeft zijn Gyarados al. Ik wil ook mijn Gyarados. Kijk maar, een Gyarados. Ik wil ook een Gyarados. Kijk maar, Gyarados. Nou, ga weg met je Gyarados. En ik heb een Magikarp muts. Waarom? Oké, onze lure is afgelopen. En sorry voor de enorme hoeveelheid wind. We lopen natuurlijk aan het water omdat wij water-Pokémon wilden vangen. En daar hoort gewoon wind bij, want water equals wind. Anyway, we zijn nu op weg naar die gym, want we willen die gym eigenlijk overnemen. En wat we hebben gevangen, ja, ik heb een paar Poliwags gevangen. Ik zag eindelijk de Slowpoke die ik al heel lang wilde, maar die was na 1 Pokéball weg. Dus en ik heb hem wel. Ik heb hem wel. Ja, jij hebt hem weer wel, maar ik heb hem nog niet. Huilen. En ik heb een paar Goldeens gevangen. Ik heb geen Magikarp gezien, helaas. Ik heb wel een paar Goldeens en een paar Poliwags. Maar dat is wel een beetje jammer, dus als jullie een Magikarp spawnplek weten, laat ons even weten in de comments hier beneden. Ondertussen zijn we al bij de gym aangekomen. Een klein stukje dichterbij, dan kan ik hem daadwerkelijk gaan aanvallen. Ik
begin gewoon, hup. We gaan gewoon eens een poging wagen met het mooie Dream Team. En dan gaan we heel geconcentreerd kijken of dat we de gym kunnen overnemen. We beginnen met Gyarados versus Gyarados, want mijn Gyarados is hoger dan zijn Gyarados. En hopelijk zijn onze aanvallen ook aardig goed. Zijn Gyarados is wel veel groter dan die van mij, maar dat maakt niet zoveel uit. Want zo te zien ga ik hem gewoon netjes verslaan. En he's down. What? Dan gaan we nu onze eigen Pokémon erin zetten. Corné gaat even proberen om de gym een level up te krijgen, zodat ik mijn Pokémon er ook in kan dumpen. Maar ik heb nu mijn sterkste Pokémon erin gezet en ik denk niet dat... Oh, bijna, kom op, je kan het! Ja, kom op! Doe het, yes. Je kan het! Ik heb precies tot op 1 HP over... Je kan het! ...een verslagen. Yes! En zo te zien moet ik er nog 3 keer level uppen, of verslaan voordat ik de gym level up, zodat jij er ook in kan. Oké, let's do this! Zie ik er nu gaan, jongens! Met zijn Gyarados. Hij is down! Maar hij is down! We gaan gewoon verder met onze krab. Krabby! Onze Kingler. Dat is een Kingler! Ja, en die is ook weer down, maar... We hebben weer nog een Tauros. Bijna! Kom op! Yes! Onze goede Amerikaan heeft hem toch nog weten te verslaan. Wat een vakantie wel niet teweeg kan brengen. Ondertussen is de gym level 2 en kan Angela ook haar Pokémon erin zetten. Oh ja, mijn Pokémon zijn niet zo hoog als die van Cornedo. Dus even kijken, we doen hem op Combat Power. Mijn hoogste is 1165. Dat is mijn pseudo-Wudo. Die gaat er dus even in. Huppakee. Dus even kijken, staan ze erin. Mijn pseudo-Wudo en Corné's Executor. Oh ja. En zo te zien, yep. Ze staan er allebei in. Woehoe. Oh ja. Dat was alweer deze video. We houden het hierbij. Want mijn mobiel is super snel leeg. Ik ben echt niet meer gewend om Pokémon Go te spelen eigenlijk. Want ik gebruik deze tegenwoordig. En het is echt dat het super snel leeg gaat. Dus eigenlijk hadden we een powerbank mee moeten nemen. Dus de volgende keer meer video, want dan nemen we gewoon 2 powerbanks mee. En dan kunnen we dus meer opnemen voor jullie. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Laat een comment achter. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal. Dankjewel voor het kijken.